Terwijl Nederland bezig is met een heel andere bisschop en inkopen deed voor Sint-Nicolaas, werd in Breda de nieuwe baas van het bisdom Breda gepresenteerd. Zonder de grote drukte van een intocht en geen mediacircus, maar wel diverse katholieke journalisten die erop afkwamen. En onder toeziend oog van monseigneur Hubertus Ernst. 90 plus, maar nog steeds verbonden aan zijn oude werk in Breda. En ook Hans van de Hende was er. Sinds afgelopen zomer is hij bisschop van Rotterdam. Hij mocht zijn opvolger voorstellen. Het is Jan Liese. Een bisschop die niet meteen alles op zijn kop wil gaan zetten. Hij heeft een eenvoudige opdracht voor de 441.000 katholieken in zijn bisdom. Dat ze zicht krijgen op God, op Christus, op de kerk. En dat dat in hun leven echt een rol kan gaan spelen. Dat wil ik graag, daarvoor wil ik me inzetten. Dat mensen, dat ik de kerk zo transparant kan maken dat ze God gaan zien. Zaterdag 28 januari, dan wordt hij geïnstalleerd in de Sint-Antonius-kathedraal in Breda. Net als vorig jaar zei Liese ook nu weer een beetje overvallen te zijn door zijn promotie. Zijn carrière had hij eigenlijk nooit zo uitgekiend. Maar als dit zo komt, dan neem ik dat ja, met vreugde aan. En daar wil ik mij ook van harte voor geven. En ik hoop, mag ik dat zeggen, ook gelukkig te worden hier. Een boerenzoon uit Oosterhout die naar eigen zeggen het geloof al van jongs af aan meekreeg van zijn vader en van zijn moeder in Oosterhout. Grootse plannen, grootse ambities, die heeft hij eigenlijk niet. En hij laat het vooral gebeuren. In dat opzicht is zijn wapenspreuk wel erg van toepassing. Die neemt hij ook mee, die wapenspreuk. God zal erin voorzien.